The 3rd of December was the International Day of Persons with Disabilities. A good reason to meet up with Sepide from Iran. Nee, ik heb eigenlijk heb ik geen stress, maar je moet heel goed oppassen voor alle dingen. Voor de fietsen, voor de alle dingen. WZW minder mobiel is een centraal voor de mensen die beperking hebben en ze kunnen niet zelfstandig van één plaats naar een andere plaats vervoeren. Moet ik meekomen? Nee? We wachten hier, hè? Sepide is eager to further specialize as an occupational therapist. But for now, she's happy she can drive around the less mobile. Ik ben in Kermanshah Bahtaran geboren. Ik heb in Teheran afgestudeerd als ergotherapist. En ik ben bijna 3 jaar geleden naar België gekomen. Ik zou graag mijn studie verder zetten. Sinds de verkiezingen, de situatie van Iran is veranderd. De dag van vandaag hebben we wel gehoord over de IS. Maar IS is het niet van Iran. We zijn heel anders dan de Irak of Afghanistan. Ik heb wel gehoord dat vrouwen in Iran kunnen rijden met de auto of ze kunnen met de fiets rijden. Ja. Het is niet mijn zin achter de tafel zit en wel dingen met de papieren doen. Ik ben wel sociaal en ik zou graag met de mensen contact hebben. Is het gelukt? Mag ik die? Ja. Ja. Het staat hier. Ik heb ook van de handicapmensen of van de klanten in de WZW-mobiel wel en wel geleerd. En voor mij is het heel interessant. Soms heb ik de fout in de mentaal, Nederlands taal. En ze verbeteren mijn fouten. En het is voor mij het interessante. Ik ben iemand die wel energie heeft. En ik voel me heel goed als ik iemand kan helpen. En het is in mijn hart. En ik voel me perfect. Ik zou graag een school voor de handicapte kinderen opstarten. Ja, ze hebben heel weinig kans. En als we kunnen hen helpen, ze kunnen een grote rol in de toekomst spelen. Ja, het is heel belangrijk.